In onze Showbiz Update hebben we het vandaag over de kinderwens van Kate Middleton. Maar als het van prins William afhangt, wordt die misschien niet meer vervuld. VTM-kijkers trekken hun conclusie over het nieuwe programma Paradijs zoekt personeel met Nathalie Meskes. De kijkers van Big Brother reageerden misnoegd na de aankondiging van een nieuw spel. En Wendy van Wanten kondigt een spectaculaire zomer aan. Kate Middleton en prins William hebben samen al 3 kinderen. Prins George, prinses Charlotte en prins Louis. Maar krijgt Queen Elizabeth er binnenkort nog een 13e achterkleinkind bij? Als het aan Kate ligt, wel. De voorbije dagen bezocht de hertogin het kindermuseum in Kopenhagen. En daar maakte ze even tijd voor een praatje met de pers. Aan hen vertelde ze dat William zich altijd een beetje zorgen maakt als ze jonge kinderen ontmoet. Want meestal komt ze daarna thuis met de boodschap dat ze zelf ook nog wel een baby zou willen. Ik word daar enorm broeds van, aldus Kate. Wie weet kan Middleton haar man dus nog wel overtuigen en breidt de Britse koninklijke familie weer uit. Paradijszoek personeel lokte veel nieuwsgierigen naar VTM gisteren. Veel mensen reageerden enthousiast over het nieuwe programma met Nathalie Meskes. Toch klinkt er ook weer heel veel kritiek op sociale media. Weer zo'n zeverprogramma. Zitten daar kleuters bij die dat bedenken, klinkt het scherp op Facebook. Dikke zever, de reclame duurt langer dan het programma zelf, merkt iemand anders op. Op woensdag wordt er in het Big Brother huis een spel gespeeld en de kijkers die spelen mee, want het is Viewers Week. Het spel werd vanaf 16 uur gespeeld op Twitter. Zowel het tijdstip als het platform waarop er gespeeld wordt lokken veel misnoegde reacties uit op Facebook. Velen hebben geen Twitter-account en ook het uur past voor velen niet. En Wendy van Wanten gaat een drukke zomer tegemoet. Momenteel bereidt ze zich volop voor. Het belooft in ieder geval spectaculair te worden. Dat vertelde ze onszelf in een interview. Met het zingen, want ik ben nu in volle repetitie al voor een groot showprogramma deze zomer in het Witte Paard met Jacques Lafont. En ik zing dan samen met Jan Buitens, met David van Dijk en Frank Erom is daar ook voor de komische sketches. Dus het is een totaalprogramma met pluimen en ballet en ja, alles erop en eraan. Vertieren, humor vooral. En dat is hetgene wat dan de mensen nu toch wel hoofdzakelijk nodig hebben. Dat was weer het leukste showbiznieuws van de dag. Vergeet zeker onze website niet in de gaten te houden om altijd op de hoogte te zijn.